Hallo lieve mensen, dit is Lu Miriam met het positieve bericht van dinsdag 19 december. Ik moest snel even kijken, waar waren we ook alweer gebleven? Jullie hebben maandag even gemist. Ik zag net dat ik hem gewoon nog niet had geüpload en toen had ik hem per ongeluk weggesmeten. Schijnbaar was hij gewoon prima om niet te tonen. Dus vandaag ben ik even bezig geweest met opruimen. En het is wel een hele verandering sinds vorig jaar. En het jaar daarvoor. En het jaar daarvoor. En de 10 jaar daarvoor. Want dan was ik in het weekend ook het hele weekend bezig geweest met pakketten maken. Nu heb ik afgelopen zondag heerlijk mensen verteld over het kwantumveld. Wat leuk. Mooie meditatie gedaan, een activatie. En meditaties, lieve mensen, hoeven echt niet zo lang te duren, hè? Dat mag wel als je dat leuk vindt. En we hadden ook een heel mooi gesprek vanmorgen of gisteren op de groep, op mijn ambassadeursgroep. En ja, zei een van de leden, ja, maar mediteren, nee, ik zeg, ga jij maar gewoon lekker muziek opzetten. Dat is veel beter. Muziek opzetten, iets waardoor jij dus even vrij van je gedachten wordt. Dat is mediteren. En dat kan jij met wandelen doen. Dat kan je met prachtige meditatiemuziek doen. Dat kan je met opruimen doen. Dat kan je met afwassen doen. Er zijn zoveel mogelijke manieren. Er is vast wel eentje die bij jou past. En soms heb je er geen zin in om. Dan zit je zo vol onrust. En dan op de bank gaan liggen. Of in je stoel gaan zitten. Of in je meditatiekamertje. Nou. Doe wat op dat moment bij je past. Het doen van boodschappen kan ook heel meditatief zijn of een heerlijke maaltijd bereiden, zodat je de schermpjes allemaal uit hebt en alleen je daarop focust om mee bezig te zijn. Heel handig. We hebben voor vandaag, 19 december, deze mooie kaart uit het adventkalender set. Kijk, dit was die kaart van gisteren. Hebben jullie hem toch even gezien? En wat staat er voorop? Ga je mee, sterren vangen? Geloof in de magie van de nacht en kom naar buiten om samen de sterren te vangen, zodat we straks 1000 wensen mogen doen. Het is nu de donkerste tijd van het jaar en de maan die komt alweer een beetje op. En ik zag hem gisteren in de zuidelijke hemel, dat ik dacht van volgens mij ben je het pad kwijt. Want dat, het is gebruikelijk dat je in de westelijke hemel de eerste maansikkels kan zien. Dus er gebeuren vreemde zaken. Nou, hier heb ik wel vaker over verteld. De aarde die is aan het transformeren, de aarde is aan het veranderen en met de poolshift zullen ook deze hemelelementen anders gaan staan. En ja, wij kunnen ons afvragen of de maan echt is, niet echt is. We weten in elk geval dat de afgelopen 40 jaar de maan een bepaalde stand heeft gehad. Dus daar kijk ik ook naar. En als ik dan zie dat hij nu veranderd is, dan is er iets of met de maan of met de aarde veranderd. Nou, dat zijn van die hele mooie inzichten die je dan op zo'n dag even kan hebben. Zaterdag was dat. Dus toen was hij ook nog maar net aan het groeien. En dan hoort hij echt in de westelijke hemel. En ik moest door een prachtig veld met een klein weggetje. En ik dacht, hé, je staat gewoon niet op de juiste plek. Goed, vandaag zijn wij een 74-11 karmische dag. Dat betekent dat het soms even lastig is. Soms dan moet je even een berg overwinnen. En dan zie je ook dat je er weer heel veel uithaalt. Let deze week op de bestellingen die je krijgt, de orders die je hebt gedaan. Het kan allemaal lang duren. Ten eerste omdat de post, DHL of welke koerier ook, heeft druk. Ten tweede, het is Mercurius retrograde. Dan gaat er van alles mis. Mijn internet is super langzaam vandaag. Bol.com had storingen. Dus er kunnen van allerlei glitches in de matrix zijn. Dus glitches, dat zijn van die haperingen. Dat je denkt van, klopt even niet. Nou, dat kan je zeker op zo'n meestergedaal karmische dag als dinsdag 19 december zeker meemaken. Kan een hele leuke, goede dag zijn met hele humoristische voorvallen. Elke dag is bijzonder. Dus geniet ervan. Ik wens jullie een hele mooie dinsdag.